Bij Seaweb & Company doen we een paar dingen, denk ik, die heel erg van belang zijn. Als we kijken naar de ontwikkeling in de creatieve industrie, dan zie je dat het generalisme, dus van veel aspecten iets weten, ook al heb je misschien zelf een bepaald specialisme, dat het heel erg belangrijk is. Dat proberen we in het eerste jaar, waarbij het eerste jaar in ieder geval het eerste semester heel breed is en daarna ga je pas specialiseren. Dat zien we eigenlijk als een cirkel weer terugkomen in het vierde jaar. Want daar gaan al die studenten met elkaar samenwerken vanuit verschillende kwaliteiten die ze hebben opgebouwd. Als je kijkt in de creatieve industrie hoe mensen werken, dan is het altijd een teamverband. Dus een individuele opdracht maken met een individueel resultaat moet altijd passen in wat ook in een team uiteindelijk tot stand moet komen. En dat leren, dat je met elkaar samenwerkt, is voor met mensen die je eigenlijk niet kent, hè, want je wordt geconfronteerd met totaal andere studenten, met die je niet in de klas hebt gezeten of die vriendinnen zijn. Nou, volgens mij is dat ook iets wat een enorm leereffect geeft. Dus je ontwikkelt je kwaliteit, je ontwikkelt je personality, hè, je persoonlijkheid en je bent bezig met iets waar je later ook heel veel aan hebt. Nou, wij krijgen heel veel vragen uit de omgeving. En wij krijgen ook heel veel vragen van bedrijven en organisaties die zeggen, we willen eens naar iets vernieuwends. Dat was bijvoorbeeld deze vraag ook van AXA. En ik denk dat wij inmiddels ook een imago hebben in de stad en in de regio, waarbij mensen het heel prettig vinden om aan het Seaweb juist een vraag te stellen. En natuurlijk laten we dat ook steeds merken. Dat betekent dus eigenlijk dat als je een Seaweb-diploma hebt, dat je net iets meer hebt dan een vergelijkbaar diploma van een andere instelling. En dat krijg je dus als veel mensen trots zijn op dat wat er is gebeurd. Dus juist als er goede producten worden geleverd en goede resultaten zijn, is voor de opdrachtgever is daar blij mee. En dan zijn we als school ook blij mee, maar ook zelfs de studenten, want die heeft iets moois geleverd. En het tweede is dus het onderwijskundige deel. Soms kun je meer leren van een proces dat niet zo goed is gegaan, dan van een proces dat wel heel goed is gegaan. En ik begrijp dat bij jullie ook allerlei fasen heeft gehad. Nou, je zult zien als je dat één keer hebt meegemaakt en je komt in een volgend traject waar je ook moet samenwerken, dan herken je dat niet. Oh, wacht even. Dat heb ik al eens eerder gezien en zo zijn we eruit gekomen. En dan ben je gewoon heel erg trots op de studenten natuurlijk.